een kleine pis en als het aankomt op de liefde, kan ik wel een handje gebruiken. Daarom ga ik met 6 bekende TikTokers op date om alles te weten over hun ins en outs van hun leven, het daten en de liefde. Vandaag ga ik met niemand minder op date dan Luna Nieuwboer. Hallo. Hallo. Hoe gaat ie? Ja, goed met jou. Gaat goed, hoe voel je je date met de kleine prins? Ik ben heel zenuwachtig. Heb je een pick-up line of iets? Heb je huisdieren? Nee. Ja, dat is toch een leuke vraag? Oh, ja? Ja, het is toch altijd wel van, hè, ooit huisdieren gehad? Je hebt gelijk even iets om over te praten. Moet ik iets voor jou nemen nog? Ja, mijn tas alsjeblieft. Oké, kom maar mee. Ja. Hallo. Hoi. Ik ben Luna. Ik ben Sol. Sol. Ja, Sol. Luna. Maan. Voor de mensen die het niet weten, Sol is Spaans voor zon. En Luna is Spaans voor maan. Zon en maan. Rosa. Roos. Oh, Rosa. Kijk. Gracias. Spreek je Spaans? Ja. Zullen we nog heel deze aflevering in Spaans doen? Ja, doe even ondertiteling. Net alsof het Diego en Dora is. Ja, het is possible. Waarom is dat zeggen? Wat? Het was geen Spaans, al. Het is possible. Waarom is dat zeggen? Oh, oké. Okay. Ja. Stond je wel? Ja. Oké. Ik zat te denken voor onze date. Laten we beginnen met onze pizza zelf te maken. Mm-hmm. Maar er zit wel een kleine twist aan om het wat spannender te houden. Mm-hmm. Ik ga vragen stellen. Voor elke vraag die jij goed beantwoordt, mag je een topping van je eigen gekozen pizza erbij vullen. Oeh, maar ik ben wel basic. Ik ben echt een margarita girlie. Ja, oké. Okay. Dus dan mag je de kaas opgooien of geen kaas. Oké, nou, ik heb hier een menu. Je mag een van de pizza's kiezen. Aan jou de eer. De Triple Alley. Mamma Mia Meat Lover. Ben je ready voor de vragen? Ja, ik ben klaar. Ja? Ik wil die pizza wel hebben. Oké, dan. Dan heb ik de eerste vraag voor je. Hoe heet de pittige worst die op een pizza wordt gegooid? Ah, pepperoni. De vraag. Is het Luna of Luna? Daar krijg ik echt heerlijk van. Het is Luna. Het is een Spaanse naam, je spreekt uit als Luna. Mijn moeder heeft mij die naam gegeven op een Spaanse manier. Dus daarom heb ik ook in mijn bio gezegd, want het is Luna. Niet. Luna. Duidelijk. Mag ik het doen? Ja. Leef je uit. De volgende vraag. Oké. Als je het goed hebt, mag je de salami erop gooien. Ja. Hoeveel pizzadozen hoog is de Euromast? Ik denk dat die 80 meter hoog is. Nee, hoogbaar. Ik denk dat de Euromast 120 meter hoog is. Ja, weet ik veel. Je was wel aardig op weg. 40.000 pizzadozen. Nah, nee, niet eens een beetje. Het is 974. 1000. 974. Nee. Uitgerekend. Nee, oké. Ben je ready voor de volgende? Ja. Oké dan. Hoe heet de actiepizza die wij nu aan het maken zijn? Deze. Ik heb toch gekozen voor de Mamma Mia Meat Lover? Ja. Nou ja, dat is de vraag. Je hebt hem goed. Yay! Gooi maar wat uitwerk. En dan de laatste vraag. En dan kun je de gehaktballen op doen. Maar ik krijg dus geen salami meer. Nee, helaas. De laatste vraag. Wat is de Italiaanse naam voor een vierkazen pizza? Dat moet je eigenlijk al weten. Ja, ik zou zeggen quattro queso di pizza. Bijna. Het is quattro formaggi. Maar? Je hebt de helft goed, dus ik zou zeggen, je mag de helft met gehaktballetjes doen. Dan ben deze de vraag. Hoeveel neer-pizza-vestigingen zijn er in Nederland? En je mag er 10 vanaf zijn. Volgens mij zijn er ergens tussen 250 en 300. 280. Dus dat is goed. Mag je de ene helft doen met salami? Oké, je mag hem op de oven doen. Van een klein setje geven alles. Oh, zetten. Yes. Lekker. Ja, ik ben benieuwd. Nou ja, ben je ready? Ik ben ready. Dan gaan we aan tafel. Devin. Op. Mogen wij naar onze tafel? Ik doe tafel square, kom maar mee. Ja. Ik ben gelijk niet dat juist op aan. Oké dan. Oh my zo. God. Zullen we alles doen dat we de hele pizza omdraaien? Dan krijg jij een mooie pizza, maar die past bij jou. Ja. Dan eet ik niet. Ja, oké. Okay. Ja? Ik heb een paar vragen gekregen. Oké, ik ga mijn knoflook erover. Ja? Ja? Oké, je gaat wel echt voor het knoflook. Mm-hmm. Het is maar goed dat de tafel niet klein is. We zitten hier nu dus. Ja. Maar we kennen elkaar eigenlijk ook al een beetje van de Oostenrijkreis. Mm-hmm. We hebben elkaar wel gezien en gesproken. Misschien was het voor jou iets meer traumatischer dan voor mij. Traumatiserend bedoel ik. Ik kreeg een appje een keertje of in de groepsapp van jongens, er is wat mis met Kelly. Ja, Kelly had toen de post gehoord, daar was ik bij. En daar was je bij. Hoe was dat? Kelly was voor me aan het snowboarden, want ik was heel langzaam. En op een gegeven moment rijdt ze om naar mij. Op een gegeven moment verliest ze haar evenwicht en ze vangt ze op met haar handen. En op een gegeven moment zegt zij, au, mijn hand doet echt pijn. Dus zij doet haar handschoen uit. Aan jou? En van het moment dat zij haar handschoen uit deed, ik zag dit. Oh, de bos zat helemaal eruit. Ja, en je zag gelijk gewoon van zwaar gebroken. Ja. Maar dat is volgens mij geen idee. Het was mijn eerste keer skiën. Ik heb niks gebroken, maar andere wel. Je had best wel veel plezier gehad in Oostenrijk. Oké, dit is gewoon een spiegel. Dit is cool, hè? Je hebt het best leuk gehad in Oostenrijk. Wat vind je belangrijker, werk of plezier? Zo, ik heb heel veel plezier in mijn werk. Want ik denk, met wat ik doe met al die videos maken, ik denk dat je dat niet op een gegeven moment niet meer zou kunnen volhouden als je het ook echt niet leuk vindt om te doen. Nee. Dus ik vind heel, ik heb heel veel plezier in, mijn werk is ontstaan doordat ik heel veel plezier heb in video's maken en dat is echt iets wat passie voor mij altijd al wel geweest. Ik zie dat je wel nog thuis woont. Ja, ook dat? Ja.
Heb je daar bewust voor gekozen of is het gewoon dat je niet het huis uit wilt? Nou, ik zou het huis wel uit kunnen. Alleen mijn zus woont ook niet meer thuis, dus ik woon eigenlijk alleen maar met mijn vader. En daarnaast heeft hij ook een al heel erg lange vriendin, dus hij is ook best wel vaak gewoon bij haar. En ik heb heel veel band met mijn vader sowieso en ook met mijn moeder. Dus ik heb altijd heel veel vrijheid gehad. Ik hoef niet te zeggen als ik ergens heen ga. Heeft dit ook invloed op je liefdesleven? Nee, helemaal niet. Ja, heeft het invloed op mijn liefdesleven? Kijk, ja, als je op date gaat, dan zeg ik het niet per se direct tegen mijn vader. Vaak achteraf, als ik dan wel echt een jongen leuk vind, zeg ik van, oh ja, ik was op date. En dan zegt hij, oh, hoe was het? Maar ik ben heel open met mijn vader. Dus ik heb nu ook al best wel tijd vriend. Sorry. Geen probleem, nee. Ga voor de tweede plek. Is oké. Okay. Hij mocht ook al best wel snel gewoon thuis komen. Hij heeft daar niet gelijk een heel groot ding aan. Hij vindt het juist alleen maar leuk om te weten wat ik doe, waar ik ben en wie ik leuk vind, zeg maar. Dus juist omdat hij ook vaak weg is, mijn vriend is best wel vaak bij mij ook. Dus ja, het is helemaal oké eigenlijk. We zien ook in Oostenrijk had je het heel leuk met twee mensen. Als je moest kiezen, wie is leuker? Kelly of Levi? Maar waarom ben je dat? Levi. Waarom moet dit? Nou, het moet niet, maar het is wel een interessante. Ik vind echt... Hallo, is dat gezellig? New York, sweet books. Oh! Oké dan. Oh, hier gaan Mark's naar me kloppen. Dit heb ik natuurlijk ook voor je geregeld. Ja. Je kan kiezen. Ik neem aan dat dit een cookie is. Het zijn poffertjes. Voor mij is dit een lava cake. Als jij weer op reis zou moeten gaan met New York Pizza, waar zou de reis heen moeten gaan? New York. New York Pizza in New York. Wat zou je denk je willen doen dan in New York? Pizza door Central Park. Nee, die komt er over New York vliegen. Die zou ik ook naar Stripclub gaan. In New York? Nou, dat heb je in Amerika toch? Ik ben nog nooit in Stripclub geweest. Ik wil dat heel graag. Ja? Nou. Oh. Oeh, de dilemma-vraag. Oh nee. Ik denk dat je deze wel moeilijk gaat vinden. Nee. Is het een nooit meer trainen of nooit meer TikTokken? Eigenlijk beter gezegd, nooit meer content maken. Nooit meer trainen. En weet je waarom? Er zijn alternatieven voor. Oh wel? Je hebt ook allemaal van dat van die apparaten die je op je benen kan zetten en zo. Heb je zo'n trilapparaat op je buik? Ja, dat kan ik dan ook doen, ja. Op welk moment, je bent nu lava cake aan het eten, maar op welk moment eet jij het liefste pizza? Ik heb geen dag, ik heb geen voorkeur, ik heb geen tijd. Ik kan letterlijk wakker worden en in de ochtend pizza eten. Er is niet echt een tijdsgebondenheid aan pizza. Het kan als bij het lunch of als avond. Nou, ik ben het echt mee eens. Je praat een beetje met de volle mond. En jij ook. Ja. Dus we zijn best wel een goede match. Zit je vol? Nou, ik moet bijna een boord laten, maar ik voel me echt in te houden, maar ik heb wel heel lekker gegeten. Ja? Ja, ik ben echt vol. Ja. Maar jij moet je klaarmaken voor je volgende date. De volgende keer eten. Want we gaan schoonmaken. Hij zegt date tegen mij. Tegen mij? Nee, je loopt de hele tijd tegen mij, zo ben ik geen date en nu heb je wel een date. Maar waarom moet je elke keer liegen? Nou, ik ben een beetje klaar mee eigenlijk. Ik vond het heel gezellig, maar... Zal ik je naar de deur verwijzen? Ja, staaf. Ja? Ja. Ik stuur je wel een tikkie van de rekening. Ja, doe maar. De dilemma van je leven en de toekomst. Wordt het een pizza slice met een beetje knoflooksaus die je zelf erop hebt gegooid? Of wordt het mij? Zonder knoflooksaus. Mag je wel nog erop gooien als je wilt? Nou, ik denk dat het wel duidelijk was dat het gewoon niet... Voor mij gaat. Oh. Nee, sorry. Ik ga wel voor de pizza slice als het kan. Oké. Ja, en een top die ik je gewoon wil meegeven is, ja, wees gewoon eerlijk. Snap je? Je hebt gewoon wel echt een beetje mijn hart gebroken door zo'n te lief gaat. Ik vind het gewoon heel jammer dat het dan voor zo moet. Ja, hoor, bedankt. En tot ooit misschien. Ja, daar is de deur. Is oké. Doeg. Devin, bro. Sorry. Hoe ga je met die paard daar komen terwijl ik aan het bellen ben? En als je ook nog eens dat gaat doen terwijl ik dit aan het doen ben? Door jou is die hele deur misgegaan. Ik ga praten met de manager. Nee.